Dat dacht ik al. Jij moet het zijn. Ja, hoi. Ik ben Linda. Ik doe dit werk omdat het allereerst gewoon heel erg leuk is natuurlijk. Maar het is ook gewoon heel erg spannend. Iedere keer weer nieuwe dingen ontdekken, nieuwe plaatsen zien, nieuwe mensen ontmoeten. En hoe lang ben je dan met zo'n man bijvoorbeeld? Verschilt. Minimaal 24 uur tot maximaal ja, een week, twee weken. Ik vertel dit natuurlijk niet tegen iedereen. Mijn beste vrienden en mijn ouders die weten het natuurlijk. En heb je het wel eens verteld dat iemand er echt niet goed op reageerde? Ja, een van mijn beste vriendinnen. 2 jaar geleden heb ik het verteld. En ze zei, Nicolette, dit kun je niet doen. Ik wil geen contact meer met je als je dit doet. Ja? Dus ja, ik heb haar wel toen moeten laten gaan. De dame die je sprak, Nicolette, was pas 20 jaar oud. Schrok je daar niet van? Ja, een beetje wel. Ze begon toen ze 18 was. En toen ging ik denken hoe ik was toen ik 18 was. En toen was ik bij wijze van spreken nog net klaar met de Lego, zeg maar. Dus het verschil, ja, ik vond het wel jong. Maar ik moet wel meteen erbij zeggen dat het wel een soort wereldwijze vrouw is. Waar woon je ook alweer? Hier de straat uit en dan naar links. Ja, dit is geen Audi R8, dat weet ik ook wel. Nicolette is de komende 5 dagen geboekt door een succesvolle zakenman. Ze gaat naar Parijs. Ze krijgt een first class vliegticket, 5-sterren hotel en een high class salaris. Ze moet alleen haar koffer nog pakken. Even kijken, ik was al een beetje bezig. Uiteraard gewoon mijn huissleutels, portemonnee, massagemelk. Massagemelk? Ja. Natuurlijk. Ja, dan scheurt de condoom niet. Oké. Tussendoor. Ja. Ik heb wel glitter en glamour, maar over het algemeen vinden de heren waarmee ik op stap ben het prettig dat ik niet het meest opval in het restaurant waar we op dat moment zijn. En natuurlijk is het leeftijdsverschil er ook altijd al wel een beetje wat opvalt. Dus als ik dan ook nog iedere dag in dat soort jurkjes ga lopen en hoge hakken eronder en kousen. Dan valt het veel te veel op. Dat valt op. Oh ja. Want wat voor leeftijdsverschil hebben we het over dan meestal? Ja, toch wel 10 tot 20, soms 30 jaar. En zo'n rol spelen, dat zou jij ook niet willen doen? Of zou je dat kunnen doen? Ja, ik denk dat het voor mij zo is dat ik zou zo'n rol wel kunnen spelen, maar ik denk wel dat ik toch wel af en toe zou denken van ja, maar waar zijn we nou eigenlijk helemaal mee bezig, joh. Had je vooroordelen van tevoren over Nicolette en in hoeverre voldeed zij daaraan? Ik dacht van tevoren wel dat dit allemaal meisjes met een behoorlijk grote mond zouden zijn in de zin van echt stoer, aanwezig, want hè, als je in zo'n wereld moet begeven, dan moet je toch wel voor de dag kunnen komen, zeg maar. En je mannetje staan en zo. Maar in het geval van Nicolette, ze is wel stoer, maar ze is vooral heel bescheiden, rustig. Ze formuleert heel goed, ze denkt over haar antwoorden na. Dus ja, ze is eigenlijk wel veel rustiger en misschien ook wel een tikje verlegener dan ik had gedacht. Ik ontvang net een berichtje van Nicolette, die met haar klant in Parijs is. Hier is onze eetkamer. Mijn lieve heer die heeft voor mij een lievelingschampagne gehaald, zoals altijd. Zo'n champagne die we het allereerst samen gedronken hebben. Slaapkamer. Oh, lekker warm. Hallo, ik. En dit is echt een heel knus, een zwervel hoekje. Zeker als we vanavond allemaal kaarsjes hier neer laten zetten door de butler. En dan ga ik nu eens even wat laten zien, want we hebben ook een dakterras. Of course. Kijk eens. Het sneeuwt buiten. Is het niet romantisch?